ben Hans van Alphen, tienkamper. Momenteel sta ik op de wereldranglijst top 15. Belangrijk bij het kiezen van een bed is eerst te weten wat dat u nodig hebt, waar dat u nu op slaapt. Is dat een lattenbodem? Is dat een latexmatras? Nee, dat is een ressortbak die al een klein beetje doorhangt. Rust is eigenlijk super belangrijk om elke training weer te kunnen verteren en elke dag weer er volop tegenaan te kunnen gaan. Dus hier hebben we het testgedeelte van de boxsprings. Mag rust hier eens gaan liggen, dat is eigenlijk het instapmodel, de Inizio, de eerste matras. Dat is de zachte matras. Dat is de zachte, ja. Ja. Dus hier is het een koud schuim comfortlaag. Voor u zou ik eerder wel een iets harder matras Ik heb het gevoel dat ik iets te ver in de matras zink. Dus, het is comfortabel, maar ik denk als ik daar een hele nacht op moet slapen, dat iets te zacht gaat zijn. Maar tienkamp is heel belastend voor het lichaam, omdat je heel veel impactdisciplines hebt. Verspringen, hoogspringen, polstok springen, het geeft aan je. Het geeft allemaal heel veel impacten. Bovendien zijn we iets zwaarder gebouwd, omdat we ook moeten kogels stoten, discus werpen, speer werpen. Dan komen we eigenlijk bij de topmatras van Auping, dat is de Vivo. Mag rust ook al eens gaan liggen. Links ligt nu de Medium. Belangrijk bij deze matras is dat hij een zachtere schouderzone heeft, dus uw schouders gaan er iets dieper kunnen inzakken. Die heeft ook wel weer de rits, zoals de Cresto. Dus je kunt weer van hardheid wisselen binnen de maand en u kan nog uw tijk ook altijd wassen. Deze matras heeft een Talalay latex. Dat is eigenlijk een latex die echt gemaakt is naar ventilatie. Het is eigenlijk op mijn 11 jaar dat ik voor de eerste keer gedroomd heb over de Olympische Spelen. Ik heb toen ook een spreekbeurt gegeven over de Olympische Spelen. Toen zat het er eigenlijk al van heel jongs af aan in om naar de Olympische Spelen te gaan. Als ik tekeningen terugvind van vroeger, nu heb ik ze allemaal bijgehouden, zie ik er altijd een manneke dat door de finish loopt. Ik denk dan altijd dat ik dat ben en daarna op het podium sta. Ik ga er alles aan doen om dat manneke van de tekening te worden natuurlijk. En waar gaat uw voorkeur het meeste naar uit? Ik heb het gevoel dat als ik hier heel eventjes op lig, dat is direct wel direct voor in slaap te vallen. Maar ik weet niet als ik daar een hele nacht op zou liggen, of dat het dan ook dat dan misschien iets te zacht is gezien mijn gewicht. Een Talalay-latex gaat iets harder aanvoelen dan een gewone latex. Maar is voor u wel veel beter, omdat het echt veel beter gaat ventileren als materiaal. Dus ik denk voor u een heel goede keuze om voor die Talalay-latex te gaan. Op weg naar Londen is rust voor mij heel belangrijk. Meer dan een derde van mijn tijd ben ik aan het rusten. Ja, een goed bed is daarin heel belangrijk en dat heb ik hier vandaag kunnen kiezen. Dus mijn weg naar Londen die gaat zo smooth verlopen als het maar kan zijn.